Nu komen we bij de stelling aan waar het eigenlijk allemaal om te doen was. We hebben een definitie gegeven voor de determinant van een algemene n bij n matrix met het doel om iets te kunnen zeggen over inverteerbaarheid van de matrix A. Nou wel nu, A is inverteerbaar precies wanneer de determinant zoals we die hebben gedefinieerd ongelijk nul is. We zullen deze stelling concluderen uit de eigenschappen van de determinant in termen van de bewerkingen in de Gauss-Jordan-eliminatieprocedure. Nou, stel dat we de row-reduced echelon vorm maken van A uit A. En stel dat we daarvoor S verwisselingen van rijen hebben gebruikt. Ja, gedurende het proces waren een aantal van die stappen. Stel dat we S verwisselingen hebben gehad. En dat we P keer een rij hebben vermenigvuldigd met een scalair. Ja, dus dat we scalaire vermenigvuldigingen hebben gebruikt van rijen met respectievelijk constante k1 tot aan kp. Ja, deze constanten die worden verondersteld ongelijk nul te zijn. Ja, we vermenigvuldigen dus met 1 gedeeld door k1 tot en met kp. Nou, we merken op dat veelvouden van rijen bij andere rijen optellen, dat doet niet veel met de determinant. En wat onze strategie is hier, is dat we de determinant van de row-reduced echelon vorm van A willen uitdrukken in de determinant van A. Dus dan kunnen we die operaties eigenlijk wel buiten beschouwing laten. Want ze hebben geen invloed. Dus we kunnen toe met de S-verwisselingen en scalaire vermenigvuldiging van rijen met respectievelijk constante 1 gedeelde k1 tot 1 gedeelde kp. Ja, wat we dan krijgen is de determinant van row-reduced echelon vorm van A. Ja, hoe krijgen we die uit A? Ja, S verwisselingen. Dan krijg ik 1 gedeelde min 1 tot de macht S als teken ervoor. En door te vermenigvuldigen met respectievelijk 1 gedeelde k1 tot 1 gedeelde kp, die kan ik vanwege lineariteit naar buiten halen. Dus dan krijgen we in totaal min 1 tot de macht s gedeeld door k1 tot mijn kp keer de determinant van a. Nou, stel nou dat de row-reduced echelonvorm van a, dat is een vierkante matrix, dat die niet gelijk is aan de eenheidsmatrix. Nou, dan kan het niet anders zijn dan dat er een nulrij moet zijn in ref A. Nou, dan weet ik dat ieder patroon dat ik kies in deze matrix me de waarde 0 gaat geven in het product. Dus dat ik ook weet dat de determinant van de row-reduced echelonvorm altijd 0 is. Maar ja, als de row-reduced echelonvorm de determinant 0 is, dan zie ik aan bovenstaand verband dat de determinant van A ook gelijk aan 0 moet zijn. Ja, andersom, stel dat de row-reduced echelon vorm precies de eenheidsmatrix is, ja, dat is in het geval A inverteerbaar is, dan zie ik dus dat de determinant van A is gelijk aan min 1 tot de macht S keer K1 tot aan Kp. Maal de determinant van de eenheidsmatrix. En dat is dus.